Leider Aalst kon via een zege bij Sint-Niklaas de promotie op zak steken. Sint-Niklaas Aalst met Michel Wuits. Zenuwentroef bij beide teams in de eerste helft. Patrick de Meijer van Sint-Niklaas speelt de kortere. Nang Diango zit ertussen, maar ze komt tijdig uit. We spelen 6 minuten. Sint-Niklaas heeft veel last met de veldbezetting van Aalst. De Waaslanders zijn in de aanvangsfase alleen gevaarlijk bij dit afstandsschot van Geert Dover. De 20e minuut dan, een vrije trap van Aalst. Tsjunga laat de bal slim tussen de benen, maar Frank Eekhout is te verbaasd om af te ronden. Aalst geeft nooit de indruk voluit te gaan, maar met de duo Mandiangu-Tsjunga weet je nooit. Mandiangu snelt op bij Eekhout, die scoort nu wel, maar scheidsrechter Romain heeft een fout gezien. 0-0 bij de rust, de Ajuinen blijven voorlopig op hun honger zitten. Sint-Niklaas speelt agressiever na de rust, na een kwartier werkt Suplicic vrij. Daar komt de voorzet, Stancic staat moederziel alleen, Hans de Schrijver ranselt de kopstoot uit de hoek. En de Waaslanders blijven doorgaan, 10 minuten later. De snelle Daniel Maas met alleen Peters voor zich. René Peters trekt aan de noodrem, Romain geeft hem geel, de vrije trap levert niets op. Aalst speelt voor de nul. Misschien valt er toch nog een geschenk uit de lucht. Dit bijvoorbeeld. Eekhout moet koppen, maar doet dat te zwak. Een kwartier voor tijd dan. Godbeeld tot bij Mohamed Kanu. Snel naar Eekhout. Zijn derde dikke kans. Op de lat. Het blijft 0-0. Aalst mag nog niet feesten. Op grond van deze wedstrijd kan geen van beide ploegen wat uitrichten in eerste afdeling. Dat vindt ook deze neutrale toeschouwer. Sint-Niklaas Aalst 0-0 en Turnhout Boom was 3-1. Aalst blijft aan de kop met 7 op 8. Sint-Niklaas volgt op 2 punten. Turnhout op 3.